In die verse kranten stond vorige week dat de agrarische ondernemers of de grondeigenaren de sloten geveegd moeten hebben. Heel veel mensen vragen zich af, wat is nou eigenlijk slotenvegen? Weet jij het? Ja, dat weet ik wel, ja, want ik zit al jaren in het vak. Dat is dus het reinigen van de sloot, maar ook het maaien van de zijkant, plus het uitscheppen van de watergang onderin. En dat leggen we op de kant. Of zijn enkele die laaien het op. De ondernemers moeten het maaisel ontvangen, klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. En dat betekent dat ze het ook gaan opruimen? Dat wij het opruimen niet. Nee. Maar de grondeigenaar, die daar is het veel. Ja. Nu sta je hier met een grote kraan, want ook hier moesten de sloten geveegd worden. Jullie als ondernemers worden dan een opdracht van de agrarische ondernemer opgeroepen of gaat dat via het waterschap? Nee, dit gaat via de boeren, de grondeigenaren. Ja. Die moeten de B-sloten zelf onderhouden en voor 1 november schoon hebben. Nou komen we dus op het verschil van de A- en de B-sloot. A-sloot is dus duidelijk van Polderdistrict. Yes. Of ja. Waterschap Rivierenland moet ik voor het zeggen. Hè? Ja, klopt. En de B-sloten zijn dus van de ondernemers. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel belangrijk, zoals je zelf net al zei. Toch zijn er ondernemers die denken van ja, het is wel goed. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je eerst een schrijven. Dus na 1 november worden de sloten geschouwd door het waterschap. En dan krijg jij een brief en dan krijg je nog een kans in 14 dagen of zo om het zelf te doen. Dan komen ze een keer kijken of het gedaan is. En anders wordt het door het waterschap gedaan. En dan krijgt de grondeigenaar de rekening. Nou, is het een dure rekening, denk ik dan. Hè? Ik weet niet, dat we beter... Die zal wel, ik denk wel 3 keer zo hoog zijn als hij het op eigen kosten doet, ja. Ja. Als grondeigenaren en agrarische eigenaren heb je natuurlijk te maken met het waterschap. Waterschap Rivierenland, die hier het hele gebied beheert. En waarvan de grondeigenaren de opdracht dus krijgen om de sloten te schonen. De A-sloten, dat zijn de hoofdwatergangen en die zijn van het waterschap Rivierenland. Hier achter mij ligt zo'n A-sloot en die worden dus ook schoongemaakt door het waterschap Rivierenland. Die hoofdsloten hebben als doel om het water vanuit het achterland, en het achterland wordt dan bedoeld het land wat hier dus achter ligt en waar de gewassen opgeteeld worden, om die te onttrekken van het vele water wat deze tijd van het jaar kan vallen, maar ook als de Maas omhoog komt, dan kan deze sloot hier achter mij tot aan de rand toe volstaan. De sloot die nu geveegd wordt, dat zijn dus de B-sloten. De B-sloten zijn van de landeigenaren. Die zijn dus met hetzelfde doel er neergelegd om het achterland te ontwateren. Maar het betekent dus wel dat ook de ondernemers zelf die sloten moeten schonen in opdracht van waterschap Rivierenland. Want u begrijpt het natuurlijk wel, als die sloten niet schoon zijn en daar kan het water niet weg, kan het hier niet komen en kan het hier ook niet weg. Van hier gaat het nog naar een grotere sloot. Uiteindelijk komt het in de wettering terecht die hier tussen Wiegen en Bergharen ligt. En dan wordt het afgevoerd richting Waal en richting Maas. Maar dat gaat natuurlijk via een groter watertraject als wij u hier kunnen laten zien. Het doel is ervan om in ieder geval de gronden op tijd droog te krijgen voor het voorjaar weer de gewassen te telen. Maar zeker ook de woningen in Wiegen te ontwateren. Broek en Alverna is zo'n punt waar ook veel water altijd kan staan om dat te ontwateren. Maar ook hier kennen we allemaal de Kraaienberg, waar best veel water kan komen. Ook dat moet ontwaterd worden en dat gaat via zo'n systeem van sloten. Elk najaar is dit het geval. Elk najaar gaan wij dit dus ook doen, of moeten we het zelfs doen. En ja, we zijn altijd ook wel weer blij als de sloten schoon zijn, want dat betekent ook dat we geen modder meer op de weg hebben, want dat is het gevolg daarvan. En dat we alles schoon kunnen maken en dan gaan wij de winter in en dan kijken we in het voorjaar weer wat er op het land hier achter ons geteeld gaat worden.